Waarom laat hij me niet slapen? Waar je dan niet zee? Oh, Simba, hello? Ah. Oh, you want me to help you scratch your back? Fam, are you mad? Oh, you don't know so drop a new video today? Eh? Yeah, review now. Chicken, rice, everything. Yeah, man. Okay, I'll call you back, yeah? Call you back. You must slap, bro. Give me sleep. The time. It's me all day. Yo, what God means by new apple offering for social reviews was a full grill for you. Alright, let me list that to see what it is. The same back grill for you after all the standards and all the sports. Thank you. Minicard, got all this in hot temperatures, sizzlers, chicken wings, halal. You know it. Thank you. Film me for this one, bro. Film that bro. Thank you. Thank you, sweet. Thank you. Thank you. Beef burger, double burger, spicy burger, double spicy burger, chicken burger, pizza burger, alles burger. Thank you, vrienden, alle pizza's. Maar wat hebben mensen nou te zeggen over de grill van jou? Nou, Anonymous, hij geeft de food 5 sterren uit 5 sterren. Delivery, 5 sterren uit 5 sterren. Chicken Kommer was zeer smakelijk, bestel het regelmatig ergens anders, dit wordt mijn nieuw adres. Indiaanse etent, netjes verpakt, bezorging was snel en vriendelijk. Zeker voor herhaling van bij. Bro, what are you talking about, man? Sorry, man, dat is ook een lezen. Aruba, shut up. Anonymous, nog een keer. Food. 5 sterren uit 5 sterren, delivery 5 sterren uit 5 sterren. Wat lekker, grote porties, super lekker. Eerste keer bestelt hier en zeker niet de laatste keer. Nee, dat klinkt lekker hè? Zie je al, serieuze review. Food, Sarah zegt food. 5 sterren uit 5 sterren, delivery 5 sterren uit 5 sterren. Super lekker, net als altijd. Met een smile. Oké, het lijkt wel. Oké. Zeg je eerlijk, mijn eerste indruk is wel hard hier. Weet toch? Het heeft een lekkere sfeer. Ik toch, het is niet te warm, ik zie geen rare dingen. Ja man. Mijn eerste indruk over deze plek is wel nice. Ik weet toch, als je daar achter nog kan pakken. Voor die mensen, achteren. Grill voor je daarboven. Weet je toch? Het is echt zo'n grills weer, weet je? Het is toch zo'n grills weer? Ik heb die shot bij, laat die beter zien. Gearriveerd. Ik ziet er spang uit, maar ik ga niet voor je liggen. Kijk hier. Oh, yeah. Oh baby. Oh baby, baby. Oké, ik ga jullie laten zien wat ik op het bord heb. Paprika beetje. Rijst zie ik. Weet je toch? Die koe. Die lang zo. Rijst. Oh mijn god. Courgette. Patat. Volgens mij zei ik dat al. Wat wees. Ai, dit noem je de Grill For You Special. Deze heb ik gekregen. Dus ook thanks to Jeremy. Hij heeft het voor me gefixt. Ze hebben een toffe baas hier. Ja man, ik ga het even proberen. Ai, ik ga even deze lamsvlees proberen. Hij wil niet. Ik ga denk gewoon... cameraman, ik ga boos eten. Mama. 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 Deze saus is misschien heet, hè? Misschien wc. Ik heb maar nooit uit. Eigenlijk, hoe is die stoel? Die stoel is goed. De kleur is lekker. Weet je toch? Oké, patat. Weet je toch? Patat is goed doorgebakken. Die is goed gezout patat. Oké.
Laat me die rijst proberen. Weet je toch? Normaal mijn moeder maakt gewoon rijst en stuw. Dit is geen rijst en stuw, dit is originaal. Oké? Okay. Mmm. Zevende hemel. Ik ga niet voor je liggen. Ik praat veel, maar deze eten is gewoon lekker. Kom hier eten, het is lekker. Shit, man. Oké, okay, laat me die paprika voor. Het is lekker, man. Je voelt gewoon echt kruiden, bro. Het is goed gekruid. Het is niet loetje. Snel, snel. Ik moet toch tegen zeggen, even goed doorbakken en zo. Nee, man. Klaar, die kip. Even gewonnen. Klaar, ik gewonnen. Geef gewoon die kip. 5.5 sterren, boos. Ik wil niks horen. Hoe is die milkshake? Milkshake is lekker, man. Ik heb de vanille milkshake geprobeerd. Deze milkshake krijgt zo'n 5 sterren ook, man. Ja, man. Ik krijg niet zo'n 5 sterren. Oh, lord. Ja, man. Oh, yeah. Oké, laat me een stukje voor deze van je proeven. Voilà. Ik leg deze even weg voor jullie. Ik ga een stuk van die peper proeven. Hé, hey, mama. Peper is goed, man. Ik zeg eerlijk, de lekkerste vond ik deze, man. Lekker maas. Wanneer je bij je voeten. Hey! Gekke combinatie patatrijs, allemaal. Ja, man. Hey, dit was die review. Over het algemeen, de eerste indruk. Ik vind het goed. Over het algemeen ga ik het 5 sterren voor geven. Ik vind het echt een leuke plek. Maar terug naar het algemeen. Ik vind het sowieso hard. 5 uit 5 sterren, dat geef ik ze. Sowieso, presentatie, eten, smaak, milkshake. Medewerkers zijn goed. Je hoeft niet lang te wachten op je eten. Je zit hier, je eten wordt gelijk voor je geregeld. Je ziet hoe ze je eten maken. Sommige plekken is afgeschermd. Je ziet niet wat ze doen met je eten. Ja man, ik ga ze 5,5 sterren geven. Het was echt lekker. Kruiden. Ja, dat was het, man. Ik zeg je eerlijk. Hey, als je dit een toffe video vindt, laat me het weten. Ja. Laat me het weten aan andere mensen. Weet je toch, als je een top video vindt, laat het weten in de comments. En ja man, dan gaan we het laten lukken man. Deel het met je vrienden, deel het met je moeder, je vader, iedereen. Boos. We zijn bij Grill for You, boos. Ik ga nu even genieten van deze, weet je toch, sizzle chicken, alles. Voor mij. On to the next man, love.